Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er zitten wel wat wolken in onze omgeving, maar de meeste die liggen toch buiten onze landsgrenzen of in het noorden van het land. En dat betekent voor vanochtend dat we in het noorden dus wel redelijk wat bewolking zien. In het zuiden is het veel helderder en schijnt de zon van tijd tot tijd. In het zuiden nog temperaturen onder nul, in het noorden oplopend tot rond het vriespunt. En vanmiddag gaan de temperaturen in de kustgebieden net iets boven nul komen, terwijl in het binnenland de temperatuur rond of nog steeds iets onder het vriespunt ligt. Meeste zon in het zuiden, meeste wolken in het noorden. Vanavond mogelijke spat motregen in het noorden van het land. En dat zou dan wat ijzel kunnen opleveren. Maar neerslaggeveelheden zijn zeer beperkt. In het zuiden blijft het helder en gaat het over een paar graden vriezen. Ook morgen overdag in het noorden misschien nog wat gespetter. Maar uiteindelijk lopen de temperaturen wel op tot ruim boven het vriespunt. Het wordt 4 graden. In het zuiden van het land blijven de temperaturen wel wat achter. Zaterdag, zondag en maandag er verandert niet heel veel. Misschien wat gespetter op de zaterdag, maar het is allemaal zeer beperkt. Wel wat meer wolkenvelden. Zondag lijkt de zon iets meer ruimte te hebben. En wat temperaturen betreft, overdag iets boven nul, maar in de nacht kan het nog steeds licht vriezen. Ik ben Marco Verhoef we van weerplaza.nl.